gemaakt? Een 3D printer. Zulke zakjes zat het. Oké. Okay. En elk schroefje? In elk schroefje zat het een nummer bij. Oké. Okay. En dat moet op de plaats komen waar? Ja. Ergens in deze map de tekening, hè? Want het was een hele map vol. Ja. En iedere keer, net als een IKEA bakpakket, eerst weer verzamelen, toch? Ja. En ja. Wat was jullie taak? Om de spullen te beheren. Oké. Okay. Ja, ze mochten niet zomaar aankomen. Nee, want dat had een reden, of niet? Ja, maar dan ze alles door elkaar halen en zo. Ja, dan kwam het nog niet goed. En dan wisten jullie niet meer welke schroef nou waren, allemaal uitgegeven was. Dus ze moesten echt laten zien van, nee, wij hebben die en die nodig. Dat en dat nummertje en zoveel. Ja, ja. En thuis? Ja. Want dat was ook een hele goede beheerder. Oké, okay. Maar heeft dat ook een volgorde? Ja, hè? We hadden het één in de map. En we hadden ook elk onderdeel. Pak jij je eigen deel maar even, jij moet laten zien. Het frame. Ja. Deel, dat kregen ze. En dan hadden we de voeder, die komt daar dan achterop. En we hadden de X en de Y-assen. Kun je die aanwijzen, Rutger, welke dat zijn? Dat zijn deze, volgens mij. Ja. En de elektronica, die zit aan de onderkant. Aan de onderkant. En de Z-stage, wat was dat ook alweer? Die heb jij gemaakt? Dat is deze hele plaat. Okay. Die ook nog? Ja, die verwarmd is. Waarom wordt je ook weer verwarmd? Omdat als dat gedreprint wordt, dat als dat onder koud is, dan blijft het volgens mij gewoon vastzitten. En als het warm is, dan niet. Dan gaat hij lopen? Ja, ja. Oh, super, ja, kan je het makkelijker afkrijgen. Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het fantastisch wat jullie gedaan hebben. Dit is dan waar het uit gemaakt wordt, hè? Ja. Dit is één kleur nog maar. Die komt hier achteraan te halen. Vertel me. Dan gaat het met de draad, gaat het hierheen, gaat door deze buis. En die komt dan uit in de... In de 3D. Eigenlijk de printer. Dit is het. Dat is de printer. Dit printer. Ja. En die, zeg maar, dan moet je via het dashboardje dat aan de voorkant zit. Ja, via die dus. Staan onze ontwerpen op. Ja. En die gaat hij dan printen. Oké. Okay. En wat is jullie ontwerp? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten. Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Hebben we nog niet echt iets? Nee. Oh, je hebt nog niets kunnen zien natuurlijk. Welk programma gaan we gebruiken om te ontwerpen? Tinkercad. Oké. Okay. Tekenen op in 3D. Ga je tekenen op de computer. Ja. En dan kun je straks, het ontwerp wordt dan omgezet eerst nog naar een ander programma volgens mij. Wat was dat ook weer? Nou, zover zijn we nog niet. Nee. Hij draait nog niet. Maar, dat maar ze zijn al wel bezig op Tinkercad om dingen te ontwerpen. Maar het eerste wat we straks gaan printen was geloof ik een handvat en zo. Hè? En de knoppen, die zitten al in het programma. Die zitten al in het programma in. Ja, die komen dan op alle hoeken, zeg maar, zodat die ergens op kan staan. Bescherming. Ja. Dus we gaan eerst onze eigen beschermingsdingen printen. Het plaatje rechts zetten. Dat die op alle drie de punten, daarom hebben we die eronder gedraaid, een papiertje dikte heeft tussen dit puntje en de glasplaat. En dan moet ik even kijken hoe je met deze loopt. Oh,